Salt van Eva Max. Op RN7 bij hem voor het weekend. We hebben net al met Doorn Roosje gebeld, Freek Lamers, over een nieuwe soort evenement in coronatijd. Namelijk zittend met heel weinig mensen genieten van een concert, van een optreden. En we hebben iemand aan de telefoon hangen. En die kan ons er alles over vertellen. Wie is het, Rick? Dat is mijn enige echte zusje, Mandy. Goedenavond. Hoi. Hey. Hey, jij bent ook bij iets heel bijzonders geweest vanmiddag, toch? Ja, klopt. Vertel. Ik ben vanmiddag bij de Ziggo Dome geweest in Amsterdam. En daar ben ik met Danny Vera geweest met 28 anderen en een vriendin van mij. Met 29 anderen. Ja, dat was ja. Ja, precies. Want het was een speciaal voor 30 fans zoiets was het, hè? Ja, klopt. Ook ja. Dat is het maximale aantal mensen dat er nu naar een voorstelling mag. Hoe ben je daar zo bij terechtgekomen, joh? Ja, er was een prijsvraag bij Radio Veronica. Ja. En daar kon je ook met een liedje, moest je dan steeds bellen. Maar je kon ook een reactie achterlaten op Instagram. En dan kon je gekozen worden. En toen was een vriendin van mij was gekozen. Oh, dus je hebt nog mazzel gehad ook? Ja, zeker ja. En dan zag ik toevallig, je had al wat gedeeld via Instagram, dat je echt als VIP werd behandeld. Ja, dat was wel echt heel bijzonder. Nou, vertel. Maar het was sowieso wel heel bijzonder dat je sowieso met heel weinig mensen in de Ziggo Dome staat. Mm-hmm. En ook daarbuiten, allemaal hoe dat allemaal gaat en zo. Dat was wel was heel speciaal, ja. Maar kreeg je gratis drank? Een flesje water. Zo. Dat is wel very important. Appeltje voor de dorst. Hey, maar... Een goodiebag gekregen. Wat zei je? We hadden wel een goodiebag gekregen. Oh, dat is leuk. Werd je ook thuisgebracht? Nee, dat niet. Die grap maakte ik vandaag al via de familie-app. En toen reageerde niemand. Dus moet gewoon nog een keer. Oh ja, nu moet je wel reageren. Oké. Hey, Mandy, normaal gesproken concerten, dat duurt, weet ik veel, anderhalf uur of zo. Dat was nou denk ik niet het geval, toch? Nee, nu was het 3 kwartier. Oh, dan is het nog best netjes. Ja. Was dat dan het enige wat hij deed? Of waren er meer concerten achter elkaar? Ja, er waren ook nog andere concerten. Van onder andere Kensington en Duncan Lawrence. Oh, oké. Okay. En nog een paar andere. Oh, dat is wel leuk. Nou zijn er natuurlijk heel veel mensen die ook zeggen van concert voor 30 man, dat is geen reet aan. Heb je nog een boodschap voor al die mensen die zo denken? Nou, ik vond het juist wel echt heel leuk. Het was echt gewoon heel speciaal. Ik wilde een privéconcert gewoon. Ja, wat maakt het dan echt speciaal? Ja, gewoon heel dichtbij, heel intiem, heel in zo'n grote zaal, maar toch heel dichtbij en klein alles. Zou je wel eens een intiem momentje willen met Danny Vera? Huh? Ja? Wat? Ze is er stil van. Ja. Nee, ik ben wel benieuwd naar een antwoord. Mijn antwoord? Ja. Misschien als je 60 jaar jonger was of zo. Maakt jou toch niet uit, Rick? Dat is de familie. Hey, man, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ga nog even lekker nagenieten van het concert. En dan gaan wij alle luisteraars ook even entertainen met Within Temptation. Check all of this music in our Spotify playlist. Don't be mistaken, your bloody time's up. This ain't no game with-